Achter mij ziet u de toren van Sint-Jan. En als u goed kijkt, ziet u een verschil tussen de kerk en de toren. Ze zien er anders uit. Leuk om te weten is dat de toren eigenlijk het oudste deel van de kerk is. Mijn naam is Nanja Seidel en ik ben vrijwilliger bij de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch is een heemkundekring die als doel heeft de prachtige geschiedenis en de mooie plekjes van onze stad 's-Hertogenbosch aan iedereen te laten zien. Daar ben ik onder andere torengids. In Den Bosch is het eerste kerkje van de Sint-Jan op de plek waar nu de grote Sint-Jan staat in 1260 afgerond. Een klein Romaans kerkje met bakstenen muren en kleine ramen. Maar omdat de stad 's-Hertogenbosch groeide en groeide, werd vanaf eind 14e eeuw begonnen met de bouw van de prachtige gotische kerk zoals u achter mij ziet. Het was een prachtige kerk, men heeft er bijna 200 jaar op gebouwd. Alleen toen die kerk zijn voltooiing naderde, men was ondertussen bijna bij de toren van dat Romaanse kerkje, werden de tijden onrustiger. Het was de tijd van de reformatie. Ketters kwamen op de brandstapel en onrustige tijden is slecht voor de handel. En dus de inkomsten van de hele stad liepen terug en ook van de kerk. Eigenlijk had men bedoeld de kerk veel groter te maken. Aan de overkant, waar nu de ING-bank is, was al grond door het kerkbestuur aangekocht om die kerk nog groter te maken. Maar ja, als het geld op is, kan je niet bouwen. Uiteindelijk heeft men de toren van het oude kerkje hoger gemaakt en het, om het maar op zijn bos te zeggen, aan die mooie nieuwe gotische kerk gefrot. En dat verklaart het verschil tussen de bakstenen toren en de prachtige gotische natuurstenen kathedraal.